Jan Smit heeft recentelijk aangekondigd dat hij zijn rol als commentator bij het Eurovisie Songfestival neerlegt. Deze beslissing kwam naar voren tijdens een persverklaring waarin hij zijn nieuwe avontuur als radio-dj bij NPO-sterren NL Radio bekend maakte. Gedurende vele jaren heeft Jan Smit samen met Cornelt Maas het commentaar verzorgd tijdens de uitzendingen van het Eurovisie Songfestival. Eerder had hij al aangegeven te stoppen als lid van de selectiecommissie die verantwoordelijk is voor het kiezen van de Nederlandse inzending. Opvallend is ook dat hij niet betrokken was bij de keuze voor Joost Klein, de artiest die Nederland dit jaar zal vertegenwoordigen. De omroep AfroTros Tros heeft nog geen informatie vrijgegeven over wie de rol van Jan Smit als commentator bij het Eurovisie Songfestival zal overnemen. Een woordvoerster van de omroep liet weten dat hierover nog geen beslissing is genomen. Het is interessant om op te merken dat Jan Smit in 2021 een van de presentatoren was tijdens het Eurovisie Songfestival, dat toen plaatsvond in Rotterdam. Tijdens dat evenement werd hij vervangen door Sander Lantinga als commentator. Deze veranderingen in de betrokkenheid van Jan Smit bij het Eurovisie Songfestival hebben de nodige speculaties en nieuwsgierigheid in de media opgewekt. Fans en kenners kijken uit naar de aankondiging van zijn opvolger en hoe deze nieuwe dynamiek zich zal vertalen tijdens de komende edities van het prestigieuze muziekevenement.